gaat over inzicht of begrip of dingen duidelijk krijgen of eindelijk een richting te hebben, dat alles, dat er eigenlijk niet in die zin geen houvast is. Dus dat het altijd iets is wat je, waar dat persoonlijke manier van denken, waar die niks mee kan. Dat altijd dat wordt onderuit gehaald en dat de manier waarop je denkt, waarop je normaal gesproken de dingen lijken te gaan of lijken te werken, of dat je denkt, kan ik hier wat mee, of is dit duidelijk voor me, dat het daar allemaal niet over gaat. Dat je denkt, ja, maar wat dan? Nou, dan, eigenlijk op dat moment komt er het niet weten. Dat is wat het ik, of dat persoonlijke, vaak lastig vindt. Dat je het niet weet, dat je het werkelijk niet weet, wat dan, wat? Op het moment dat er een niet weten is, kan dat wat er is alleen, ja, hoe zeg je dat, dan kan, dan is er niet iets tussen dat wat als je het hebt over dat ik, dan verdwijnt opeens even dat hele harde werken en dat bezig zijn met hoe het gaat, maar dan is er alleen maar wat er is en dan gebeurt er iets anders. Lijkt ook weer, het gekke is, het lijkt zo gauw dat je denkt, oh nou, dan is het dat misschien, of iets, weet je probeert toch ergens altijd toch iets te vinden, om te kijken van, oh misschien, oh, dat kan ik daar iets mee, of dat. En op de een of andere manier wordt dat allemaal, bij dit soort bijeenkomsten, wordt dat allemaal afgesneden, waardoor je eigenlijk met niks overblijft. Maar dat is aan de ene kant het verlangen en aan de andere kant vaak ook de angst van, oh god, maar wat dan? Een soort controleverlies gaat het eigenlijk over. Ik zat al te denken van, soms lijkt het net alsof dat in de dialoog dat dan dat andere resoneert en groter wordt. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Het is eerder meestal dat in de dialoog het andere niet werkt. En dan dat het gewoon dus niet lukt. Ja. En dan dat het omhoog kan komen. Ja. Want daar zit alle aandacht, daar gaat ook zoveel energie naartoe. Ja. Ja, zoals laatst toen ik jou belde, maar toen dan praat ik ook dingen die dan heel intens spelen. En dan op een gegeven moment dan lijkt het gewoon af te vlakken, alsof het, weet je wel. En dan lijkt het andere toch iets, maar ik weet niet wat dat is, toch sterker te worden. Ja. Dat is wel gek, want dat lijkt wel oorzaak-gevolg, zeg maar. Maar dat is ook de enige manier waarop je kan denken. Ja. Je denkt altijd in oorzaak en gevolg, dus op die manier, dat is je normale manier hoe je kijkt naar de dingen die gebeuren. Dus zo werkt dat. Dat maakt ook niet uit. Ja. Ja, want het begint eigenlijk al met als ik dingen zeg, zo van alsof er een dialoog is, maar dat is eigenlijk, het is gewoon helemaal warp, en dat komt ook. Ja, maar dat is zo niet te snappen en ook niet in woorden te zeggen, dan kan je helemaal niks meer. Dus als je dan denkt, dat is oorzaak en gevolg, maakt niet veel uit. Alleen vaak, als je in oorzaak en gevolg denkt, dan denk je, oh, dan moet ik de volgende keer, dat soort. En dan helaas. Het is altijd een idee van een weg, van iets wat werkt, wat toch, hè, want het gaat erover dat er niet meer is. Ja. Dat worstelen of dat helemaal gevuld worden door alle dagelijkse gebeuren, wat daar zo zit. Alsof je daaruit moet en het gaat over iets anders. Het gaat niet over iets anders, want dat, als het helemaal opgeslokt wordt, dan is het dat. Er is geen verschil tussen helemaal opgeslokt worden en waarvan je denkt van, oh, dat de andere. Dat is allebei wat er is. Dat is zo verleidelijk. Op de een of andere manier lijkt dat wat er is, dan wordt dat een ding waar je naartoe wil. Dat is iets wat denk je, oh ja, dat wordt groot en dan, oh, nou, dan wordt het op een gegeven moment is, maar het is het allebei. Het maakt niet uit. Want ik is eigenlijk alleen maar dat ene stukje wat steeds denkt, ja, nee, dat, het is niet, het is nog niet. Eigenlijk is dat stukje, maar dat is, zit,
zo verweven in alles. Dat zit niet alleen in gedachten. Dat is bijna fysiek. Is dat gewoon helemaal in alle cellen. Gaat het over van het zoeken en dat wat het niet is. En het zoeken naar een prettig gevoel of iets oplossen. Dat zit zo diep. En dan hoor je het even en dan wordt het even wat minder. En nou ja, dat is een energetisch gebeuren. Dat heeft niks te maken met hoe jij erin staat of dat je daar naar luistert of niet naar luistert. Het maakt niet uit, dat is niet aan jou. Dat is wat gebeurt. Die hersenen en dat hele energetische lichaamsgebeuren, dat heeft een eigen manier. En dat heeft niks te maken met jou. Dat jou, dat idee wie jij bent, dat is eigenlijk meer een soort droom wat helemaal niet eens invloed heeft. Die is er helemaal niet. Dat lijkt zo, omdat je ervan uitgaat, maar in feite heeft dat helemaal geen enkele, het heeft niet eens invloed. Dus het maakt ook niet uit of je dat nou wel denkt of niet denkt, want dat is niet aan jou, dat zijn die hersenen en dat hele gebeuren wat er dan is. En tegelijkertijd, nog een stapje verder, gebeurt er ook niks. Want het is alleen maar een soort energetisch veld, je zou kunnen zeggen, het is alleen maar energie. Er is niet daar een lichaam en hier een lichaam en daar zit een ruimte tussen. Het is één geheel, het is alleen maar energie, het is één geheel. Het is geen verschil. Maakt niet uit. Nog een verder. Kijk, die is wel niet. Die is wel heel ver, ja. Ja. Dat is, ja. Want je zou zeggen, het lijf is er toch? Ik zit hier toch? Hmm. Ja. Maar op het moment dat je iemand bent, of dat je, het is niet alleen de overtuiging, maar echt zo dat merkt van ik ben iemand, dan lijkt het wel of dan wat gebeurt is dat alles vast wordt. Alles ziet eruit als een vast iets en jij bent er en ik ben er. En dat gebeurt als je een heel klein kind bent, opeens gebeurt dat. En dan lijkt alles vast en dan wordt het ook, andere mensen kunnen bedreigend worden. Of het wordt belangrijk dat je overleeft of dat je dingen op de juiste manier doet. Zeker als je klein bent, komt er dan zo'n heel overlevingsmechanisme. En die hersenen zijn blijkbaar ook in staat om daar iets in te creëren dat jij denkt van ik ben dat. En dat wordt natuurlijk ook continu bevestigd. Waardoor jij het idee hebt van ik moet ervoor zorgen dat ik met die persoon goed, met alles omga. En dat gaat allemaal niet zo mentaal, maar dat zijn allemaal van die systemen. Op het moment dat ik wegvalt, wordt heel erg duidelijk dat de wereld niet vast is. Het is energie en hij lijkt vast, maar dat is meer, hij lijkt vast omdat je er zo ergens van uitgaat en in bevestigd bent dat het vaste dingen zijn. Want er is eigenlijk helemaal geen wereld. Dit is alles. Dit is alles. Die wereld, dat is meer een soort droom en herinneringen en ideeën die er zijn, waarvan je vanuit gaat dat de waarheid is of dat vast is. Maar dit is alles. Dit. Meer is er niet. Er is geen huis daarachter of iets. Dit is het. Wat is er nog meer? En het is er en het is er niet. Dus dat is dat niet vast. Dat het, op het moment dat het vast is, dan is het ook absoluut. Weet je? Dan is het er en dan is die pijn er. Dan moet je daar iets mee of met wat relaties. Op het moment dat het is en het is er niet, dan is het een energetisch gebeuren. En dan maakt het zelfs niet meer uit, want eigenlijk gebeurt er ook helemaal niks. Gaat nog verder dan dat. Dat er gewoon helemaal. Er is gewoon niet een gebeuren. Dat is meer op het moment dat iets vast is, lijkt er van oh, jij zegt iets en dat geeft een gevoel en dan krijg je een relatie of de oorzaak en gevolg. Op het moment dat dit alles is, dan is er geen oorzaak en gevolg. Dan is het alleen maar gewoon heel letterlijk wat er is. En niet. Dat is zo vrij. Dat is zo vrij. Maar niet voor iemand. Het is alleen maar vrij. Maar het is wel alles. Er is geen systeem meer wat ervoor zorgt dat je minder voelt of minder dingen tegenkomt. Want alles is direct. Het is moeilijk om te vertellen wat het is.
is het eigenlijk altijd een momentopname. Dit is het moment. Ja, er is eigenlijk niet een moment, maar zo lijkt het. Ja. Het is alleen maar dit. En moment klinkt nog als iets vast, zeg maar. Maar dit is alles. En er is niet iets van verleden, er is ook geen toekomst. Nou, de meeste mensen weten wel, ja, toekomst, oké, dat is het niet. Maar verleden lijkt heel reëel te zijn, maar verleden, dat is meer kan een herinnering zijn. Er kan een herinnering komen, maar dat is gewoon wat er is. That's it. Dus er is ook geen verantwoordelijkheid. Al die dingen die je meeneemt over verantwoordelijkheid, dit is wel belangrijk om te doen, of juist, alles valt weg. Want dit is alles. Er is niet die ruzie van gisteren. Dit is het. En dat kan zijn dat je die persoon tegenkomt en wap, begint weer, of niet. Maar dan is het dat op dat moment. Ja, eigenlijk is het niet eens het woord moment, is niet eens het goede woord. Want dat geeft al een gevoel of een idee van tijd. Er is geen tijd, want dit is er. Tijd is ook nog iets van wat een richting heeft, of wat van het een naar het ander. Er is geen tijd. Dit is het. En dit is alles. Dus, en er is ook niks goed en fout. Het is alleen maar gewoon wat het is. Gewoon heel letterlijk wat het is. Wat het ook is, hoe je beweegt, hoort in dat karakter. Dan is dat, zo wat. Precies zoals het is, letterlijk.
Ik heb echt geen honger of zo. Ja, als je hier de deur nog gaat op de link. Dat is sowieso raar, hier zit, kom je binnen vol energie en het feit niet aan het praten. Dat is echt gewoon, dat voelt heel gek over, joh. Ja.
helemaal alsof het heel kaart getrokken wordt of zo. Alsof wat? Alsof de kaart getrokken wordt of zo. Ja. Nee, maar ook dat je denkt soms, nou ik wil wat vragen, maar het valt gewoon allemaal weg. Het valt allemaal weg, ja, het valt allemaal weg. Ik moet wel wat zeggen, want het is wel erg lang stil. Nee, ik wil het heel wat jij iets gaat zeggen. En dan vind ik dat ook niks. Ik heb dezelfde gedachte gehad. Ja. Ik krijg wel een vraag. Ja. Er komt dan niks op. Ik heb even niks. Dat is van de week wel weer, als de ellende komt. Het kost ook veel energie om het in stand te houden. Eindeloos maar ermee bezig te zijn. Eigenlijk is het voortdurend met energie erbij om het in stand te houden. Maar dat het even iets het niet in stand houdt, valt het gelijk al een beetje zo uit elkaar. Want het is niet, er zit niet een centrum in. Er is niks wat in stand gehouden kan worden. Maar het lijkt alsof dat steeds maar energie heeft om dat wel te doen. En op het moment dat het even er niet is, dan zakt het, maar dan, gebeurt er weer iets anders, of dan ga je daar weer mee bezig. En op het moment dat dat even niet wordt bevestigd, dan zakt het uit elkaar, valt het uit elkaar. Ja. Het kan ook heel vermoeiend zijn, als er van moeheid komt, dus dat dat uit elkaar valt, dat die moeheid dan pas voelbaar wordt. Dat het normaal gesproken zo normaal is om dat te doen, om zo door te gaan. Ja. Maar het lijkt wel alsof het eerder, dat je ziet van dat het gebeurt en dat het dan ook eerder weg is, dat wel. Ja. En dan dat je denkt, oh ja, daar ga ik weer. En dan, hallo. Ja. En de andere keer is het wel heel, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Dat is het. Dus ik zeg niet wat ik kan.
En ik denk bij mezelf altijd, als ik gewoon naar je handen van naar jezelf kijk, dan denk ik eigenlijk altijd van, dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. En dan heel apart als dat dan niet zo zou zijn. Dan zou ik gewoon, ja. Maar het is niet zo, het is niet zo, het is niet zo dat je dan denkt, dit ben ik niet. Er is niks wat daarmee bezig is. Ja, precies. Dus in die zin is het veel gewoner als je denkt. Want dan, het is niet van, oh, dit ben ik nog niet. Nee. Dus dat, dan maak je het eigenlijk andersom, weet je wel. Of je denkt, of het is het wel, of het is het niet. Maar het is meer, ja, er is niks mee bezig. Het is simpeler dan dat. Want als je erover nadenkt, dan lijkt het altijd alsof het iets moet zijn. Of wel, of niet, of, ja, niet, of het is er niet. En hoe voelt dat dan? Weet je, alsof je naar iets concreets zoekt. Of denkt, verwacht dat er iets, je bepaalt beeld misschien. Of een bepaald idee over wat het dan zal zijn. Of je vraagt je dat af. Terwijl dat is het allemaal niet. Het gekke is dat het veel, iedereen kent dan van die moment dat je er gewoon niet meer, nergens mee bezig bent. Dat er gewoon, dat je loopt zonder. Nou, dat is het. Dus in die zin is het ook niet nieuw of zo. Het is gewoon. Ja, het is gewoon. Maar kan het dan ook zijn dat je vaker gewoon, dat het dan wegvalt en dat je het niet in de gaten hebt. Ja, dat kan. Ja. Ja, want dan, het is namelijk niet iets wat je, er zijn altijd van die momenten waarop dat gewoon zomaar is. En dus het is niet dat je meteen zo'n geluksgevoel of al dat soort dingen, het hoeft helemaal niet. Nee, omdat ik het ook één keer heb gehad, dat ik het wist van dit en af, dat het gewoon weg was, maar dat was heel kort. Ja. Maar vaak zijn die korte momenten, die zijn heel ingrijpend, omdat het dan even is en daarna terug en dan heeft het iets heel nieuws ofzo. En op een gegeven moment wen je eraan, of het is nou zo, het is normaal zonder. Dus op het moment dat er een verschil is tussen wat er eerst was en het van even zo pats is het opeens weg, dan is er een heel groot verschil. Ja. Maar op het moment dat het te langer is, dan weet je, vergeet je ook dat andere er was. Ik kan me dat ook. Het is meer in gesprekken met mensen dat ik opeens merk van, oh ja, dat is er eigenlijk helemaal niet. Of iemand iets zei, wel, ik had een gesprek met iemand en daar ging het over het verschil tussen een slecht gevoel en een goed gevoel. En dat ik merk van, oh, zo benoem ik dat niet. Er is geen verschil tussen het een of het ander. Het is niet slecht of goed. Het is gewoon een gevoel zonder dat je het benoemt. En dan is het er. En dan, ja. Maar op het moment dat je ermee bezig bent, is er altijd, kijk je van een afstandje en dan denk je, ja, oh, dit is nou vervelend. Of, oh, dat wil ik niet. Of iets. En dat stukje verdwijnt. Maar dat, op het moment dat verdwijnt, merk je niet dat het er niet is. Iets wat er niet is, merk je niet. Of? Nee. Maar zo gaat het gewoon. Ja. Dan is er wel pijn. Maar er is ook niet een verlangen naar iets anders. Dus op het moment dat er, wat zij zei ook, van, dan voel ik echt zo zwaar, de zware depressie over me heen komen, zo zei ze dan. Maar dan, ze kon zich niet voorstellen dat dat hetzelfde was als dat je je heel prettig voelt en buiten loopt en denkt, oh, wow, het is wel een verschillend gevoel, maar tegelijkertijd is het ook hetzelfde. Het maakt niet uit, het een is niet belangrijker of nee, er is geen verschil in die zin. Dat is voor als je hetzelfde bent, weet je, dat je echt denkt, ja, ik voel je het liefst prettig en lekker naar buiten of nergens last van of al dat soort dingen. Ja. Dus ik zeg van, wat wil je, een kopje koffie of een dreun met een hamer? Ja. Doe maar een dreun. Ik zit te twijfelen.
Maar het is ook altijd bezig zijn met wat wil ik. En dat is, de wil is gewoon niks. Dat is, je kan wel de hele tijd denken van wat wil ik nou, maar dingen gebeuren. En dat is op een gegeven moment zo vanzelfsprekend, dat het gaat niet meer over wat ik wil. Natuurlijk kan je wel denken wat ik wil, maar dat is veel, ja, veel losser. Als het niet gebeurt, is het dat. Ik ging gisteren naar het strand om te zwemmen, toen was het koud. Zo weer, maar ja, dan is het goed. En dat persoonlijke, of dat ik is altijd bezig om iets, en toch naar dat prettige, of iets. Te oordelen ook. Ja, te oordelen ook. Dit is wel goed en dit is niet goed. En dat, het woord goed op een gegeven moment weet je wel van, nou ja, dan gaat het niet meer over. Maar dan wordt het subtieler. En dan is er altijd toch iets van, ja, dit niet en dat wel. Dat voortdurende, dat niet en dat wel. En wat is nou het beste? Oh nee, ik kan beter. Moet ik dit nou nemen? Want nou, word ik daar nou dik van? Is er altijd maar iets dat daar zit? Of, als ik, nou ja, het is continu een soort afweging waarin dat ik bezig is. Zonder dat je dat, misschien gaat het niet eens altijd zo letterlijk, maar dat is zo'n, zijn van die systemen, die zijn zo eigen en zo krachtig, die zijn voortdurend daarmee bezig. Maar kan het ook zijn dat dat minder is? Ja. Maar het is er gewoon iets minder, dat ja, gevoel dat heb ik. Ja, zeker. Zeker kan het minder. Ja. Ja, maar dat kan je inderdaad niet, ja. Ja, dat zo werkt. De hersens kunnen dingen gewoon wegvallen en waar het belang gewoon minder aan de orde is. Dat het minder belangrijk is. Dat je zelf minder belangrijk vindt. Ja. 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 Maar ergens, op het moment dat ik er nog is, is er ergens nog een... Ergens een verlangen of een gemis of iets wat trekt. Zo. Ja. Maar altijd, en dat kan groter zijn of kleiner en niet iedereen voelt dat even sterk. Maar ergens zit dat daar. Of dat je denkt van, is dit nou de plek waar ik wil zijn? Of altijd, iedereen heeft op een verschillende manier dat. Ergens zit dat daar. En dat creëert weer die zoektocht. En soms is het heel subtiel, soms is het wat sterker. Ja. En je kan hier horen van dit is het en er is geen goed en fout, maar tegelijkertijd op het moment dat je daarin zit, dan voelt dat niet zo. Dan is er iets anders. En dat is het dilemma steeds. Kan je het wel weten, maar ja. Nee, dat werkt dan niet. Nee. Nee. Dat is echt goed fout. Er komt ook steeds meer dat je denkt, nou dit ga ik echt niet zeggen, want het slaat nergens op. En dat je weet, nou en ik ga het toch zeggen. En dan ga je het uiteindelijk toch inderdaad zeggen, terwijl je helemaal, je wil het helemaal niet zeggen. Ja, ja, ja. Dat ja, is zo. Ja. Dan denk je, nou, wat slaat het nou op? Je weet van, het slaat nergens op, ik hoef het niet te zeggen, en je gaat het toch zeggen. Wat iets gemeens of zo bedoel je? Nee, nou ja, tegen mijn zoon pedagogisch of gemeen, wat het dan ook, allebei. Ja, pedagogisch is het zelf ook. Dit is niet pedagogisch. Nee, je weet van dit slaat nergens op en toch, zo. Ja. Alsof het eruit moet of zo, van diep van binnen of zo. Nee, dat niet eens, maar dat je het gewoon, dan toch, het gaat door totdat het stopt. Het gaat door totdat het stopt. Het weten van het werkt niet, nee. Dat is iets, dat is heel,
ja, zeg maar, heel dun laagje, zeg maar. En het gaat door tot dat het stopt. Ja. Dat is, het heeft niks met jouw keuze, er is geen keuze, er is niet iemand die dat wel of niet doet. Dat zijn reacties die gaan zo. Ja. Ja, dat lijkt zo echt, dat er inderdaad dus toch stiekem wel een ik achter zit, dat het jouw keuze is om die zit heel diep. Vooral in dat het en soms is het kinderen. Soms gaat wel iets gewoon en dan weet je dat gebeurt en dus, ik heb er niet over nagedacht. Ja. Maar soms dan is het, het is allebei. Ja, zeker in relaties of met kinderen of relaties met mensen. Tenminste, dat ken ik van een hele lange periode. Dus dat relatie met mensen, daar komt vaak dat hele overlevingsmechanisme of al die ideeën over wat goed is. Veel meer bij je kind dan bij mannen. Ja, of bij partner ook. Familie. Is altijd iemand die het ik is iets wat controleert, wat probeert de boel zo te regelen dat jij goed bent, dat jij veilig bent, dat jij goed bezig bent. Dat ze vinden dat je het goed vindt. Ja, dat kunnen zeggen. Maar ik kan hier ook niks mee. Ik kan wel denken van, woensdag ben ik weer met de kinderen thuis. Nou, dan ga ik dan eens alles over me heen aan. Dat werkt ook niet, weet je wel. Het gaat niet over alles over je heen. Nee, ja, maar toch. Het gaat over dat wat gebeurt, dat het is. Ja. En dat wat je doet, dat op de een of andere manier blijkbaar dat is. En in die kinderen zit ook, er is ook niemand. Dus dat is een energetisch gebeuren. En dat gaat er niet over dat de een, weet je, het is zo'n krachtig idee van die moet zich goed voelen of ik moet het juist te doen. Alles wat je doet, dat is het. En er gebeurt in feite helemaal niks. Dus het is alleen, het maakt niet uit wat gebeurt. Nee. Dus het is ook de wens om het idee dat je het kan controleren, is het? Dat gaat altijd over ik. Dat ik het goed doe. Of ik. Het gaat niet, ik denk dat het zelfs niet eens over die kinderen gaat. Maar het gaat over dat jij het gevoel hebt dat jij. Nou, dat het rustig is, of die kinderen lekker spelen, wat ook, zeg maar. Ja. Het is altijd over ik. Ja. En dat is heel vermoeiend, omdat er continu bezig zijn met om het alsof je met je armen bij wijze van spreken. Hè? Alles moet controleren en regelen en de juiste weg en verantwoordelijkheid. En zo'n hele schijnbare wereld. Maar het is een droom. Het is een droom. Ja. Dingen die gebeuren als vanzelf. Ja. Want proberen te realiseren dat het een droom is, het slaat ook dan nergens op, weet je. Het heeft niks met realiseren te maken. Nee. Nee, dat. Het is proberen, wat je probeert te doen, is dat je probeert iets, dat je er iets mee kan. Ja. Dat je kijkt van, misschien is het dit. Ja. Of misschien is het, ja. Je kan hier niets. Dat is, en ergens zoek je daar toch een beetje en toch. Dat gaat automatisch. Kom maar die ogen zal zeggen, denk ik van, natuurlijk, dat is wel mooi. Ja. I'm taking this home. Of dan denk je dat je er niet meer bezig bent. Ja, dan ben je er dan weer mee bezig. En dan denk je dat daarom gaat, dat je er niet meer bezig moet zijn. Weet je? Dan heb je van mij gehoord, ze is er niet meer bezig. Dus het gaat erover dat ik er niet meer bezig is. Ik blijf in die cirkel zitten. Dat is ik ga daar niet mee bezig, maar ondertussen zit je er alweer mee in. Ja. En 5 minuten later nog steeds. Ja. Dus eigenlijk kun je gewoon beter gewoon zeggen, maar zal niet dat helpt, maar je bent gewoon de klos. Punt. Nee, er is geen niet. Hoezo de klos? Er is geen ik. Ja. Er is geen ik en dingen, het gebeurt. En het gebeurt schijnbaar. Dus wat gebeurt, dat is het. En dat kan een bepaald gevoel zijn, een bepaalde reactie, dan is het dat. Er is geen goed en fout. Er is geen goed en fout. Het is alleen maar wat er is. Een reactie. Een kind wat huilt.
zo wat. Mooi. Het is wat het is. Ja. En het is voortdurend. En je, maar het is niet iets wat je kan zeggen. Want op het moment dat je dat zegt, dan krijg je, dat heb je natuurlijk ook bij veel hoor. Ja, nee, maar het is zoals het is. Kom, je loopt over. Dat gebeurt steeds. Dat steeds, ja. Ja, dat is, ja, dat is een soort dooddoener. Dat voel je ook. Dat ja. Dat het, ja. Ja. Nee, daar gaat het niet over. Als je dat soort dingen zegt, bij anderen die anders denken, zou ik maar zeggen. Ja. Dan heb je het altijd gedaan. Ja, daar gaat het gewoon helemaal niet over. Nee. Maar die ik, dat idee dat jij iets moet doen, iets moet regelen, iets moet... Ah, die is zo sterk. En waar het hier over gaat, is dat er niemand is. Hè? En eigenlijk is dat het. Soms als je het ineens zegt, dan, want ik probeerde er toch iets mee te doen, dat haalt het dan er even uit of zo. Ja. Dan, dan gaan we hij weer daarna. En dan weet je even niet... Huh? Ja, dan kun je er even niks mee. Daar kan ik helemaal niks mee, inderdaad. En dan, ja, dat is het. Want dan valt iets uit elkaar, iets waar je continu van. En want dat is wat er voortdurend dan wordt bevestigd: van dat je iemand bent. En wat voor manier ook, hè, in alle, overal ook bij andere mensen, dat je echt merkt van dat daar iets in aansluit. Of dat je er wel iets mee kan, of een richting krijgt of iets. En op het moment dat ik eruit valt, dan. Ja. Dan, ja. Weet je het even niet, of dan valt het even stil. Dus er hoeft ook geen realisatie te komen dat er geen ik is. Nee. Die slaat me. Dat is ook weer zo'n nieuwe manier van, oh, en als er geen ik is, dan is er al geen bewustzijn. Ja. Weet je wel, echt, dat is dat eindloze zoeken, dat is een heel mentale manier van proberen vanuit duidelijkheid dingen te creëren. Maar het heeft niks daarmee te maken. Het is eigenlijk eerder iets van verlies, dat opeens... Echt merk van, tegelijkertijd is dat, kan dat heel kort zijn, maar het kan ook langer zijn. Dat is meer. Ja. Maar meer dan dat is het niet. Het is iets wat wegvalt, wat eigenlijk er niet eens is. Dus er hoeft geen kwartje te vallen. Nee, er hoeft geen kwartje te vallen. Ja, maar die is zo. Ja, oh, dat is ook zo weer. Ja. Dat lijkt zo echt. Ja. Een oorzaak gevolg in vandaan. Ja. Dan kom ik weer in hetgeen waar ik vorig jaar of elke keer over zat. Van Rozemarijn, die is daar al. Ja. En ik nog niet. Ja. Ik denk dat het nog wel een paar sessies duurt. Voor jou. Ja. Je moet naar de weekenden komen. Zo gaat iets anders met de eten of zo. Ja, die andere heeft er nog maar 3 nodig. Ja. Maar je hebt altijd een idee dat het iets, een soort iets is, iets concreets of iets waar je naartoe moet. Of, en soms, je hebt er misschien niet een bepaald beeld bij, maar wel dat het iets is. Dat lijkt een verrekte echter. Ja, nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Want dit is het al. Er is geen verschil. Er is gewoon geen verschil. Er is niet hier geen ik en daar wel. Er is gewoon nergens ik. Er is gewoon geen ik. Dat is de grote illusie. En de droom is van over hoe je bezig moet gaan. Nou, dan gaat die droom door. Maakt niks uit. Dat is dan een energie die daar een beetje heen en weer. En wat gebeurt, dat is het. Dus, wat het ook is, of er nou een idee is van een ik of niet, ach, maakt je feit ook niet uit. Het ego wordt het ik, hè? Ja, het ik heeft soms een ego van, hè, dat je een bepaald overlevingsgedrag is, denk ik. Ego is denk ik iets wat bij een ik hoort. Dat je denkt dat je iemand bent, dat je een bepaald, sommige mensen moeten zichzelf heel erg laten zien. Zo zie ik het ego hoor. Ik weet niet of dat voor iedereen is. Maar dat is niet wat het ik doet. Dat als je jezelf zo presenteert. Dat is blijkbaar, dat hoort in dat verhaal. Nou, zo wat. Dan is dat wat gebeurt.
Er is geen verschil tussen wat hier gebeurt. Er is geen ik. Er valt niks te bereiken. Dit is het al. Ja, moet je nou kijken hoe ik in mijn leven, weet je wel. Ja, maar dit is het al. En dan, het is nou ook alles. Het is niet alleen dat alles stroomt. Ja, het is ook gewoon fucking verkrampt zijn. Ja, dat kan natuurlijk. Dus dat lichaam, dat heeft een bepaalde reactie en dat is schijnbaar, ook nog schijnbaar, want het is er en het is er niet. Het is niet belangrijk, er is niks belangrijk. Zelfs inzicht krijgen of kwartje valt, is natuurlijk ook weer eigenlijk weer een bevestiging ook van dat er een ik is. Ja. Want anders dan zou dat. Ja, want wie krijgt dat inzicht? Ja, dat is helemaal. Ja, zeker.
dat er een ik is en het is belangrijk dat dingen op een bepaalde manier gebeuren, dan wordt het ook serieus en krijgt het een soort belang en wordt het eerder, oh ja, alles wordt wat strakker en het is belangrijk dat het goed gaat en vooral dat serieus. Op het moment dat ik dat niet meer is er gewoon niks meer serieus. Ik wil niet zeggen dat je niet gewoon kan reageren, maar het is net als een kind. Het wordt niet meer zo van, oh, alles is bijvoorbeeld saai omdat ik elke keer dezelfde weg afleg. Er is niet dezelfde weg. Elk moment is nieuw. Er is niet een vast gebeuren. Er is niet, oh, nou, ik word nu tijd dat ik op vakantie ga, want ik zit in een sleur. Er is geen sleur, want dat wat gebeurt, dat is het. Dus het is een soort, zeg je dat? Dat het wordt nieuw. Alles is elke keer nieuw. En niet van, wow, nou, dit is toch, ja, weet je, het is niet echt zo extreem. Maar het is nieuw, dus de saaiheid verdwijnt. En het idee van sleur of, nou doe ik elke keer, nou is dit wel, is dit nou echt wel wat ik wil? Vind ik dit nog wel leuk? Het maakt niet uit wat gebeurt, want dat wat gebeurt, dat is het. Dus daar zit de verwondering en de ontroering kan het zijn, of gewoon dat gebeurt. En op het moment dat er een ik is, moet er altijd een soort iets, zoek je naar iets. En lijkt dat wat gebeurt, dat het niet is. En dan lijkt dat ook of saai, of nou ja, maar nou is het tijd voor iets anders, of al dat soort dingen. Terwijl, dit is het. Het maakt niet uit wat gebeurt, of al zit je 100 keer aan hetzelfde ontbijt. Of ga je steeds maar naar hetzelfde werk, wat ook, dat is het. En dan, op het moment dat daar niks, wat dat ik doet, is dat er elke keer iets van, oh, dit is het nog niet, of dit is het niet, maar wat wel. Dus het zoekt iets, dat wat het is, kan het niet zien. En dat is ook het verlangen eigenlijk naar dat er weer is, dat je eigenlijk iets mist. Maar dat missen zit in dat er net die afstand is. Dat je net die afstand hebt van dat wat gebeurt. Op het moment dat die afstand even weg is, dan is er geen vragen of geen zoeken. Dan is er gewoon wat er is zonder dat er iets anders bij hoeft. En dan lijkt het alsof alles ook zich laat zien op de manier zoals het is. Zonder dat daar, ja, dat hoeft niet heel speciaal te zijn, maar dan is het gewoon dat. En dan is er geen zoeken meer. Geen gemis. Dat is het, ja, in het Engels zeg je wonder. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. Een soort wonder. Dat je, verwonderd, toch? Verwonderd, ja. Maar soms is dat nog te sterk. Ja. Ja. Dat ik zo, is eigenlijk meer een soort bescherming ook. Waardoor het niet voluit, het kan niet voluit. Ik wil niet, we hadden het de vorige keer over. Het gaat er natuurlijk ook niet over van, oh, het is er nog niet voluit. Dus ik wacht totdat het weer voluit is. Dan krijg je die weer. Maar op het moment dat ik weg is, dan is het voluit. Maar dat voelt niet altijd als vol. Het is niet altijd van, wow. Het kan net zo goed heel subtiel op de bank zitten en that's it. Maakt niet uit wat er gebeurt. Luid is ook zo, wijze van spreken, elke vorm is het.
even pauze houden.